FC Volendam heeft rumoerige dagen achter de rug. Na een serie van teleurstellende resultaten heeft de eerste divisionist dit weekend trainer Micha Saldo op non-actief gesteld. Ik loop al langere tijd mee in de voetballerij, dus je weet dat als je geen punten pakt en zeker niet bij een club als Volendam, dat zoiets als dit kan gebeuren. Nog geen dag na dit besluit presenteert Volendam de nieuwe trainer, Hans de Koning. Een oude bekende die tussen 2012 en 2015 al aan de dijk werkzaam was. Ja, je weet, ik ben hier iedere 14 dagen om te kijken of jou bij te staan af en toe is met de radio. Maar op zich ben ik hier nog niet klaar en ik heb het zo ervaren als prettig om hier te werken. En ik weet hoe de staf eruit ziet, ik weet hoe het ploegje eruit ziet. Dus ik ben blij verrast omdat ik vanmorgen getekend heb tot eind van het seizoen. Geloof jij in de voetballerij in een schok-effect als de trainer eruit gaat? Nou, ik zie het de laatste jaren weinig terug. Maar goed, laat het dan hier maar wel gebeuren. Ja. Daar hoop ik in ieder geval wel op. Want de opdracht is simpel. Volendam staat na 7 duels zonder zegen voorlaatste en moet een flink stuk omhoog op de ranglijst. Ik weet zeker dat je bij de eerste 10 moet eindigen met deze ploeg. En dat is wel een realistische gedachte. Hè, want voetbaltechnisch denk ik dat wel goed zit. Het scoren blijft wat achterwege. Nou, daar moet dan gewerkt worden. Alleen wel wat mannelijker worden. Dus ik denk dat daar wat werk voor me ligt. Ik sprak de voorzitter zaterdag, die zei ja, de spelersgroep die is toch echt wel mede verantwoordelijk hiervoor. Ja, nou ja, goed, daar ga ik me voor de rest verder niet al te veel over uitlaten. Want ik zal misschien een kleine andere mening daarin delen. Zeg je van, er zijn verzachtende omstandigheden? Ja, nee, we hebben een hele jonge groep. Deze resultaten zijn ook inherent aan een jonge groep. De ene wedstrijd is goed. Trek je net geen overwinning over de streep. En dan kan je ook de wedstrijd daarna ineens een dramatische wedstrijd laten zien. En dan kan je wel eventueel punten pakken. En tot nu toe hebben we gewoon te weinig punten gepakt. Simpel verhaal. En of de koning daar verandering in kan brengen, zien we vrijdag voor het eerst als FC Volendam thuis speelt tegen RKC Waalwijk. Heb je nog een goede analist voor ons op de vrijdagavond? Dan kom je naast me zitten. Dan doen we het samen. Nee, weet je, er zijn jongens zat, denk ik, die af en toe een beetje slap kunnen lullen.